Leuk dat je weer kijkt naar dit leuke filmpje van mij. Kijk, wat we vandaag gaan maken is onvoorstelbaar. Dus laten we maar beginnen. Ja, vandaag maken we inderdaad American pancakes. En dat is heerlijk natuurlijk, want denk je, pancakes. Zijn dat niet zo'n pannenkoeken? Nee, niet echt helemaal, want American pancakes zijn... Of iets anders, weet ik niet helemaal hoe het heet, maar ze zijn zo dik. En de pannenkoek is ook dun. Kijk, het is in principe gewoon hetzelfde, maar het is gewoon wel een boterig beslag. En eigenlijk is er niet heel veel verschil, maar ja, we doen er nog wel wat verschillende dingetjes op dat het helemaal American is. Dus laten we beginnen. Kom mee! Pak een kleine kom. Zoals je kan zien, die zit er niet in al te grote kom. Is een kleine kom. Daar doe je in Uno Ego. ...390 ml melk doe je er dan bij. Zo. En dat ga je dan heel eventjes goed met elkaar whisken, mengen. Zodat het ei er goed geklutst door de melk heen zit. Dan ben je klaar. Dus het duurt niet heel lang, gewoon heel eventjes. Gewoon dat het door elkaar heen zit. Dan is het eigenlijk al goed. Dan zet je dit heel even aan de kant, want daar gaan we zo meteen verder mee. Maar daar moeten we nu niks mee, dus zet dit heel even aan de kant. Pak dan een wat grotere kom, een andere kom dus. Daarin doe je 300 gram bloem, 62 gram kristalsuiker, een theelepeltje zout, een kwart theelepeltje baking soda. Het is geen baking powder, baking soda is dat heel anders. Maar natuurlijk... 1 theelepel baking powder er ook nog bij, dus dat is eigenlijk wel nodig, de baking powder, maar... Baking soda en baking powder is dus niet hetzelfde. Eerst pak je weer je spatel en ga je dat eerst je droge ingrediënten even goed met elkaar mengen. Als je dat hebt gedaan, doe je al klutsend je natte soort mengsel erbij. En blijf roeren natuurlijk. Niet in één keer. Gewoon rustig aan alles erbij. Zo. Dan doe je er nog 21 gram ongezouten gesmolten boter erbij. Zo, mingi. En ga dan gewoon door tot alles mooi smooth en lekker combined zit met elkaar. Met elkander. Kijk. Zo. Als dit een mooi, lekker, zacht, super fluffy, lekker smooth, met elkaar combined beslagje is geworden, dan laat je dat voor 5 minuutjes even rusten. En dat is serieus het deeg. Dan ben je eigenlijk al in principe bijna klaar. Dus zo makkelijk is het gewoon. Dus 5 minuutjes laten wachten en dan gaan we weer verder. Hey! Het filmpje gaat niet meer door. Jawel, het gaat nog wel door. Alleen de footage is away. Dus ik spreek er maar even in. Nou, wat je pakt is dus gewoon een anti-aanbaklaag pannetje. Dat doe je even het vuurtje aan. En dan pak je eventjes wat boter. En dat doe je dan even in de pan. En als dat boter in de pan zit en het is eventjes goed gesmolten. Dan is het gewoon pancakes erin en... Bakken. Gewoon 2 tot 3 minuutjes of tot goudbruin aan elke kant. Dus zo makkelijk is het dan ook weer dat je het gewoon even kan inspreken. Dus doei. Veel kijkplezier. Oeh, daar gaan we dan. Deze ongelooflijk godsgloeiende gehete pancake zeg. Ongelooflijk. En het chillen is, je kan het als ontbijt eten. Als lunch. Een soort van lunch. Als je theetijd hebt, als je theedagje hebt, kan je dit ook eten. Als je Nederlands bent, kan je het ook als avondeten eten. Dus het is echt gewoon multinational gewoon. Maar laten we proeven. Gaan we hoor. Potverdorie. Goeiemorgen.
volume. Ik ga gewoon een fonteintje uit mijn mond, joh. Holy shit. Holy make, dit is echt niet normaal. Oh, echt. Je moet dit echt geproefd hebben. Je moet het maken, gewoon. Ik beveel het je gewoon. Je moet dit gewoon maken. Nou, niet normaal, hè. Niet normaal. Doei, hè. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het erg lekker vond. Dit ongelooflijk heerlijke recept. Lekker kort, maar wel krachtig, hè. En, bye. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was hem dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.